zijn hier vandaag in Middelkerken voor de kwartfinales van de Davis Cup. De Davis Cup bij BNP Paribas. Vandaag speelt hier België tegen Canada voor een plaatsje in de halve finale. Wat belangrijk is hier in Middelkerken, hier zijn kosten nog moeite gespaard door de Nederlandstalige Tennisfederatie, dus Tennis Vlaanderen, die een samenwerking is aangegaan met de gemeente Middelkerken om hier het grootste tijdelijke outdoor tennisstadion te bouwen ooit gedaan in België. Dus wat dat betreft een absolute pluim ook voor de organisatie. Met BNP Paribas, de groep, zijn we sponsor van de Davis Cup, al sinds jaar en dag. Vanuit België, BNP Paribas Fortis, mogen wij hier opnieuw een groot aantal van onze klanten uitnodigen. Zowel klanten die gratis tickets van ons kregen, als een aantal VIP-klanten. Zij werden getrakteerd op een walking dinner of zelfs diner aan tafel. En die mensen werden dus aardig in de watten gelegd. We spreken hier ongeveer over een mooie 800 à 1000 mensen. Voilà, een ooitje. Met de groep hebben we specifiek ingezet wat ons logo of wat ons label We Are Tennis betreft. Daar hebben we dit jaar de We Are Tennis Fan Academy ingeroepen met als slogan Support Tennis Like Never Before. Wat dat betreft waren hier elke dag een honderdtal enthousiaste tennisfans die we de hele dag hebben gevolgd, die het beste van zichzelf hebben gegeven en die dat enorm in beeld zijn geweest, zowel zelfs op nationale televisie als door onze eigen mensen werden gevolgd. We Are Tennis België, ook op Facebook, met BNP Paribas Fortis.